सब कोई के राम राम सलाम नमस्ते का हाल है। आज हम फिरो खेतों में काम करेला और आज हम लोग नए दिखाए कोई खेत वेत के चीज राहुल नए हॉर्स से बतियाए कोई जो ओकर बारे में तनी से बतियाए कोई और जो तफरवा पे बहल रहा है हम इसे तरह रिपोर्टाशो वेल बनाएला खेत के बारे में मऊ दो हफ्ता बाद दिखाई। हम मंगला रीना पेंट एनएल के बदांग करे और इसे तो हमारे मीडिया स्पॉन्सर बा और हाँ जो नदमियन रही आखिर कर इस फेसबुक पे सब चीज मोय रियाक्सिस मोयकन रियाक्सियन सबके धन्यवाद मांगेला बोले और एक हफ्ता ना भूलिए ताकि चित्रा बहोरा के प्रोग्राम आबा अल्फाज तक राहुल नए हॉर्स के कौची बतिया है वहाँ तफरवा के बारे में बेतलक तफरवा के बारे में कहे हिंदुस्तानी के ना सब चीज मोय से अंदर सुख करके तब ये रिपोर्ट शो बना ली दोस्त मोय तक ये तो लोग और सोवी सोरे आखिर करिए देखिए कौची सब बोले सब कोई के राम राम सलाम नमस्ते। Raoul Faoka. Hai go. Ala sambung. Ala sam flek. A buku fimi be luku ome Hindustani na nga strana mande tapa buku ome ni fde buku fi serik ba. Del en mi mek tudusung. Mi ser kotak. Misschien 1800. En deel 2 is nog niet zo lang uit. Dan mi ser... Misschien de, kan de vijf barkie of zo? Minusabi. Ja, of sebi barkie. Ik weet het niet. Ik heb de telling niet bijgehouden. Raoul. Voordat we gaan horen over dat boek, in Stranang, allemaal no sap sumanayu. Furu man sap in Holland sumanayu, maar in Stranang man sabi ook tu. De man no sap sumanayu, vandaar dat ik mijn continent aan u, mijn man sap sak sumanayu. Oké. Ik kan vertellen. Oké, ja, tuurlijk. Mij naar Raoul Nijhorst, mijn naam aan Prinkie man, mijn make foto, mijn mooi Prinkie. En met in Holland no tutentiari. En ja, dat nu. Met mijn quote in Holland, met mijn quote in Stranang. Ja, gewoon à la presse. Corso met mijn toe en Aruba, Amerika. Ja, mijn loop met mijn quote. Maar met mijn foto's, alle soort foto's, voor, eigenlijk vooral mensen. Maar zwangeren, zwangerschap, kinderen, bruiloften, alles en nog wat. Raoul, zo manna je mannen appa? Oké, mijn manna, nou, mevrouw Nijhorst. Ze was onderwijzeres op de AMS. Onder andere ook op de Mulo College School en Lyceum en HAVO. En mijn pana was ambtenaar. Hij heeft onder andere gewerkt bij het ministerie van Financiën. En ook meneer Nijhorst. Dus meneer en mevrouw Nijhorst. Ja. Dat ben je beter naast Ranang? Verschillende precies, want mijn pana is maar bij de loop voor ooit. Dus mijn betang geboren zorg en hoop. Dat mijn vrouw is uitvlucht. Dat mijn vrouw is bak ook zorg en hoop. Dat mijn vrouw is bak ook uitvlucht. Dan mijn vrouw is ik qua, hoe heet die buurt daar? Kernkampweg, die hoogte. Is ook een beetje uit. Nou ja, in ieder geval die hoogte. Maar het grootste deel van mijn jeugd heb ik eigenlijk op uit. De Ballona. Ik was echt een Ballona jongen. Dus dat is, daar ben ik echt groot geworden. Dus ik ben wel meerdere verkeren verhuisd. Maar waar je kan zeggen, je leert me ook Grisaan en La Desa. Klopt. Ballona. Fayeta naar Holland, ja zo. Met je guasranang, je maakt foto's, drapen ook toe. Je doet ook toe sangi deportisme. Jazeker. Ik heb een inzameling gedaan voor kinderen. Ik heb speelgoed en ook hoe noem je dat? Boeken en dergelijke. Want je vindt dat, kijk, vaak als je die dingen ziet, dan samelen ze bijvoorbeeld knuffels in en zo. Is ook leuk. Maar ik vind, weet je, we moeten ook, weet je, vooral, ik hou van educatie. Ik vind educatie heel belangrijk, dat moet ik toe boeken toe. Ja, toch. Maar weet je, ook met, weet je, dat ze dingen leren spelen, weet je, met de knuffel is leuk. Het geeft ook natuurlijk lobby, weet je, je hebt dan houvast. Ja, toch. Maar ik vind, weet je, ze moeten ook leren spelen. Dus daarom zeg ik, weet je, speelgoed, dat vind ik leuk om, dus heb ik ingezameld. En dat heb ik geschonken aan het huizen daar. En ja, nog andere dingen, weet je, als er soms een financiële bijdrage nodig is, doe ik dat ook. Maar ik ben vooral, ik hou van om gewoon spullen te geven. Aserie gof den buku? Een soort fassie. Dus, want het is maar loba buku, maar voor smaak tak van, ja, buku boy, maar no, mi no bai, want mi no krapi na buku. En dat vind ik jammer van de Suriname. Mi schrijf no knapi na buku, hey Raoul. Is je? Mi no, hey, no, fosje krapi na buku. You buy a buku? Omdat mino dina maar mino baya man. Nee, maar precies. Nee, maar we maken wel fatu no. Maar alles, dus dat heb ik wel echt veel meegemaakt. Dus ik overal, alles, alle pres,
temesera buku. Dus mij tak, ja, mooi, nou, nou, maar, ja, maar, nou, mijn ode, na buku, jongen, mijn obaya buku. En dat vind ik wel echt jammer, want dat wat tak nooit ook wel film, want in een pleina film, in een pleina kino, nooit ook wel theater, want in een plein, dus je moet... No, no, kino, maar ik weet niet op kino, era. We zijn in een pleina kino. We zijn in een pleina, toch, je go. Maar de man, de baya buku, want die nog knap in een buku. En dat is jammer, weet je. Maar, nee, maar op zich, ja, had, tuurlijk, ik had gehoopt dat het beter zou zijn verkocht, maar ik ben ook niet dat je zegt, ah, buku een serie helemaal niet. Een serie, maar een serie, ik go slow. Weet je, het is niet, want kijk, ik ben nu, hoe lang is het boek al uit? Het eerste boek is 5 jaar in Kuba. Ja, dit jaar dus na deel 1 met Lukono. Deel 1 is al 5 jaar uit en ik ben nog niet uitverkocht. En ik heb 2000 gedrukt. Ik heb er wel nog niet zoveel meer over. Ik denk wat ik zeg, ik denk 150 of zo heb ik nog over. Of 100, misschien wel of minder hoor. Ik moet echt gaan tellen. Maar het is niet uitverkocht. Weet je, dus terwijl die mensen het boek wel echt mooi vinden, oprecht. Ah, Buku Luku Boom, misschien ken het. Kenny B. Kenny B, ja, zo. Ja. Kenny B. Ja. Ja, dus Jurgen Rijman. Ja, nee, weet je, als een mooi toren van Boeku. Sunil Bahadur. Ja. Dange Hamburger, ja. Ja, precies. Een mooi toren van Boeku na. En mooi dat je Sunil bijvoorbeeld hebt. Een mooi toren van Boeku na. Kijk, we hebben niet alleen die hele bekende namen. Dus niet Kotak is Ishi Jurgen, Ishi Umberto, Ishi Henk van Vliet of Ishi, weet je, Borge Breveld. Maar je ziet dus ook Sunil. En voor mij is Sunil. Zoeken naar Sunil. Nou, misschien is Sunil. Voor Strom is hij een kanapanga hamburger. Nou, maar Sunil... Dus ik noem ze verborgen paren. Sunil is een 2 Michelin sterren chef. En die maakt dus die kookt op 2 Michelin sterren niveau. Weet je, dus als de enige Surinaamse is 2 Michelin sterren chef. En het mooie is, want vaak die praktijk... Nee, wacht, je gebruikt toen ze voor moeilijk worden. Oké, Michelin. Ja, toch. Michelin sterren, dat is eigenlijk boritap hoog niveau. Ja. Weet je, ik kan meekwaan aan bruine bonen of ik kan meekwaan dingen. Maar gewoon je potkruiden. Maar deze man, dat is het mooie wat ik wilde vertellen. Vaak als je Michelin is dus een... als je een Michelin ster hebt, dan hoor je tot de top van de keuken. En je kan in totaal 3 sterren halen. 1 ster, 2 ster, 3 ster. En Amans die, vaak weet je, als die mensen 3 ster, of 10 sterren hebben, dan neem je boor Franse keuken, Witman keuken. Maar deze man, hij boor gewoon bruine bonen, amai make roti, amai make plauri, op 2 Michelin sterren niveau. Het is wel zo, initiaal plauri moro, nou een heer traform. Maar die smaken van die plauri, die heeft hij verwerkt dus in het product. En het is geweldig, weet je. Dus iemand dat nu plauri is, heeft gewoon modern. Ja, tuurlijk. Ja. Nou, moderne plauri, ja. No. En Barra ook toe, en Rotti ook toe. Nou, amai make echt vaarlijk Sunny. En dat mijn lobby van man. Dus sowieso, nou, ons enige Michelin-sterrenchef, weet je, van Surinaamse roots. Maar ook dat amai, amai nog vergeten roots. Weet je, amai, het tjadensan kon in een koekroeving. Zij dan mijn actie ook toe about Abuku. Omdat laatst ook toen was aan bij de tap TV over Umberto Tang. Dat kan man ook gewoon toesma uit. En ja, de Hindustani nog bevind. En alle de Hindustani ook toe snees in nog bevind. Boom, dat de man elkaar de mandat kon. Ja. Nou, mijn actie about omdat misschien tak iets hierop kon aan de mandat. Nou, ja, mooie vraag. Kijk, dat was lastig, Tori. Luku. Eigenlijk heb ik hetzelfde met mijn boek meegemaakt. Die Mimika eerste boek. Ze waren klagen van ja, er zijn niet genoeg. Het is geen afspiegeling van de maatschappij. Maar weet je, dat is dan een moeilijk story. Even mijn actie. Kijk, ik heb mensen in het boek. Laat me het goed zeggen. Misschien moet ik een kritische vraag stellen. Waar zou je mij zetten? Weet je, want smoeders, ze hebben het alleen maar over die hele etniciteit. Ja, want hele etniciteit, je hebt het alleen over hele etniciteit. Maar je praat Blakaman, de Maaitak Hindustani, de Maaitak Snezi, de Maaitak Japanese. Japanese. Ja. Maar waar zijn al die Douglas, waar zijn al die Moxipatus? Ja, want maar ik hoor dus... Douglas, ja. Mi pana Hindustani, mi pana Ingi. Is je toch? Ja. Nee, maar men heeft het altijd, want Koutak, if de Maaitak Shiyu, de Maaitak Hindustani. Precies. Ja. Maar men heeft het altijd over en if de Maaitak Shiyu, de Maaitak Ingi, of Snezi, ja, precies. Of Japanese. Japanese. Maar mina wat moxie, sterker nog, het meeste mina wat blakamang. Mijn panna wat afusnezi, afu blakamang. Mijn mana owen blakamang, naam chinsnezi, chin ingi, naam Portugees. Dus ik ben, het meeste ben ik een blakamang, maar dat zie je niet aan mij. Maar dus, wat het jammer is, ik kan me dus nergens onder thuis brengen. En ik vind eigenlijk dat de Surinamer moet stoppen met het hokjesdenken, met het etnisch denken. Weet je, want men heeft het alleen maar over de hele etniciteiten, maar heeft het ook nooit over de andere. Waarom ik dat wil aanhalen, bijvoorbeeld, wat ik in het boek heb, bijvoorbeeld, zo'n Paula Merali. Zie ze bijvoorbeeld misschien niet als een Hindustaan, want Paulus, hij heeft wel een Hindustaanse naam, maar hij lijkt niet echt op Hindustaan. Of bijvoorbeeld DJ Chokki.
is een Hindustan, is kleid naar Rijn. Nou, naar Rijn. Maar toch zeggen, nou, is geen Hindustan. Ze zien eerder een DJ Dyna als een Hindustan, maar Dyna echt Hindustan lijkt. Nee, maar toevallig, jij bent over DJ Chucky. DJ ja. Chucky ook toe en doe voor Gisranama. Sowieso. Ineshi Asanati. Precies, en dat is ook natuurlijk wat er ook speelt. Kijk, men heeft het vaak over... Je moet sorry met dat je doet. Precies. En Asana, enough sorry, in doe. Ja, in doe, enough sorry. En als je dat Ineshi, dat ze maar doe, dat het niet gebeurt... Het gebeurt, maar je ziet het niet. Weet je? En dat is jammer. Je hoeft niet om het takje je giwan duizend en zo. Look, nee, je kan het stilletjes doen. En dat is, dat moet men niet vergeten. Je moet niet denken. Lek van mij, lek van jou, unesor, maar. Hey, precies. Met doe die, met doe dat. Precies. En dat nou aan tak mij niet doen, noti. Klopt. Maar om het niet, mine, sorry. Weet je, en dat moet men ook niet vergeten. Maar dus teruggaan dus naar die, naar dat geval. Ik heb zeker weten veel Hindustanen in mijn boek. Alleen, misschien zijn ze niet allemaal een hele Hindustaan of zullen ze niet allemaal een Hindustaan zien. Weet je, en los daarvan, dat moet je ook erkennen. Kijk, veel Hindustanen zijn goed bezig, hè. Maar hoe je draait ook keer, ze zijn vooral bezig in of ze zijn medisch, of ze zijn juridisch, dus notaris en advocaat, of ze zijn zakenmensen. Dat is eigenlijk in de basis dat ze vooral wat Hindustanen doen. Je ziet ze niet zo over de entertainment business. En die mensen die in mijn boek zijn vooral mensen in de entertainment business. Ze zijn mensen of sporters of entertainers, heb ik vooral in mijn boek. Dus als je gaat kijken, als ik je nu zou vragen, Kim Fevining, Hindustanse sporter. Zij doet boom, internationaal niveau. Winotje Ramsubhag. Wie is dat? Dat is iemand die taekwondo doet. Oké. Okay. En op taekwondo hier in Nederland, die wordt niet goed gesponsord. Die man is sponsord, die man dat die boom. Lala Hindustani, ja? Lala Hindustani in een voetbal minus op nuance, man. Ja. In een swing minus op nuance, man. Zie je? In ieder geval minus ja, de denk ik. Ja, precies. Je hebt nog één surfer. Oh, no, in een voetbal, ik ben Abouaf, de boys hebben een Ajax. Ano Aaron Winter, maar een young boy. Ja, maar Luco, mooi dat ik haar Aaron weet. Want Aaron weet een afhoe Hindustan niet toe. Klopt. Maar toch, nee, is geen Hindustan. Weet je, en dat is het jammer. Sami merk op wel voor de Hindustan is aan de in a witman wereld. Ja. De man dat hij. De mij vergeet de eigen Hindustani. De mij vergeet de cultuur ja, op een of andere is manier. Is het vergeet je, of is het soms een bewuste keuze? Want soms als je verder wil komen... Ja, want misschien dat de man, ik denk hem, voor hoe het man stel op een gegeven moment, ja. Dat de man begin, lekker van Ryan Pandey. En man dat begin dan een soort Umar Wagit Hussein Fatou, dus dan was er een Fatou. En is in een Ryan Pandey moro in een Hindustanse scene. Nee, je zit hem eigenlijk vooral in de Wetman. Ja, maar goed, op zich... Maar kan dat Wetman ook, want dat kan man ons doen aan tafradrap en aan Umberto Tom. Dus dat kan. Dus kijk, als je Dat weet ik niet. Dat minusabi. Kijk, er zijn natuurlijk, wat je ook niet moet vergeten, en dat is hetzelfde eigenlijk met mijn boek. Men heeft het over van, ja, Smanodena, Tafra, Hindustani, Manodena. Maar kan dit niet maar actie? Want soms in mijn tak, ja, waarom zit bijvoorbeeld Zeedorf niet in het boek? En dat tak minu ben van Zeedorf. Kan dit niet actie door een Zeedorf nog niet? Weet je, en dat moet je vergeten. Dus kan dit niet maar actie, laten we zeggen, kan dit niet maar actie drie Hindustan man? Kan dit, hè, minusabi. En alle drie tak nog minu kong. Ja, als je moest go on, dus dan denk je, hey, oké, dan vragen we die wel. Weet je, dat zijn ook dingen die je mee moet hebben. En los daarvan, als je zo'n programma maakt, je wil mensen die Suriname positief uitdragen, Suriname in hun hart hebben, houden van Suriname en dat ook laten zien. Maar je wil natuurlijk ook bekende namen. Weet je, ik kan wel zeggen, je gaat bijvoorbeeld, kijk, je nou wel bekend man in de Hindustanse scene, maar als ik een Hollandse man ga vragen, wie is Carlo? Nee, die Hollandse man kent me ook. Ik ben vaak voor de rechter. Oké, maar die kent je op de andere manier. Sorry. Maar snap je? Dus je wil mensen aan de tafel hebben die eigenlijk de wit man ook kent. Als je kijkt, heb ik in dat uur een afspiegeling van de Surinaamse maatschappij gezien? Jazeker. Want misschien Hindustani, misschien Snezi, misschien... Ik heb van alles, misschien wel wit man. Ik heb van alles voorbij zien komen. Dus het is niet in elkaar tak van... Ik heb in het programma geen mensen gezien van andere afkomsten dan Creoolse afkomst. Aan de tafel in Holland, ja, staat er misschien inderdaad wat meer Creool. Maar wat maakt het uit? Weet je, uiteindelijk is het doel om geld in te zamelen voor Suriname. Deze man bijvoorbeeld. Oh ja, ook een man. Hey, misschien George Struikelblok. Hij is een la Hindustani. Ja, maar look aan neem van man. George Struikelblok. Precies. Nou, wat is er gebeurd? Dat is het probleem. Precies. In de Hindustani. Dat moet man. Want George... Nodig kwam aan het voor elkaar. George Struikelblok denkt, hey, nou een Nengere. Ik nee, kom of nee, van wat is er namelijk Nederlander. Zana Tori voor een Neng. Hij is geadopteerd door een blakke man. Dat is het. Maar hij is zijn moeder. Zijn ouders zijn gewoon la Hindustani. Hij is 100% Hindustani. Maar hij is schilder. Hij is kunstenaar. Weet je, maar
Dus het grappige is, dus dan ga je wat ga je Hindustan gaan zeggen? No, dat is geen Hindustan niet. Terwijl nou wel, weet je, en dat is het jammer. Dus men moet sowieso stoppen met het etnisch denken, 100%. Men moet stoppen met die hokjes. Maar men moet ook hun ogen openen en de mensen die net een beetje afwijken van het Hindustan zijn, ook als Hindustan zien. Want bijvoorbeeld George Strait vind ik een mooi voorbeeld. Maar wat ik ook zeg, DJ Chucky, Hindustan niet. Weet je, maar ja, maar dat hij doet ook voeren, maar voeren, maar denk aan mij draait zoals DJ. Precies. Maar hij doet voeren, Israëlans, maar ja, sportisch, man. Dus respect, die DJ Chucky. Ja, je hoopt dat je nog maar regelt, maar dat komt aan niet. Hey, toevallig, maar hij deed in Holland. Dus kan ook Luka, even, ja. Ja, ook kan ook. Kan zetten, maar dat ook. Met Luca boek opzien zo. Ja. Die de mensen nog bij haar boek, het heeft ook bij haar boek. Want misschien wel een mensen misref nog besabi. Nou, is hij misref een blader, dan misschien tak, hey. Even ook bij haar boek, Suriname bekend. Ja. Deel 1, deel 2, dan was je om een Sranamang, om een Hindustani, die zei doofuru, maar aan neng de ander. Zo, Arki, kom. Arki, bye. We gaan. Ja, precies. We gaan maar toe Hindustani, nee. Ja. Dat we Luko, ja, zo wij. Dus we op DJ Chucky. Nou, Hindustan, weet je, doet goede dingen. Ja. Nisha Madaren. Kennen we ook. Ja, ja. Toch? Ja. We kennen. Hij zingt wel op Bollywood pokoe enzovoort. Precies. Weet je, we gaan zoeken de Hindustani, nee. Eduard Altaar is onze internationale grootmeester dammer. Dus met dam aan opleiding aan mij het brada. Mina stra na me play dam toe. Ja, Bataman. Bataman. Mo karama. No karama. Mo mi kan try. Okay. Mi kan try mine. Rabjan Abdul Rahman, filmmaker. Hindustani. Tot film mama Miki. Marienburg. Oh. Weet je, zijn documentaire en zo. Oké. Nou, Rajin De Haan. Dan hoor je De Haan. Die denk je, is Hindustan? Nou, maar Hindustan niet. Rajin. Karin Lakshmi Singh is een schrijfster. Die hebben bijvoorbeeld George Struikenblok, Hindustani. Maar je hoort Struikenblok, dus ik denk, nou, Hindustani. Tanya Jagan Singh. Satish Bindraban. Sonny Kuplal. No, Satish Bindraban, misabi. Ja, Satish. Sonny Kuplal. Ook wel Oké, de man bij kankar. Satish ook te jong. Satish play in Umberto Tamshonanga Sabro. Travassi. Ja, maar ook daar weer. De vraag is, niet omdat hij op tv is geweest één keer. Gaan we weer naar Groningen? Gaan we weer naar Maastricht? De man is op Satish. Satish treden op in Heer Holland. Sabro zo Heer Holland. Tuurlijk treden ze Heer Holland. Maar ik kom ook in heel Holland. Maar dat snap je. Er zullen witmangs zijn die hem kennen. 100%. Dus ik moet goed verhoren wat ik zeg. Hè? Is net Anotak, Noam Witman Sabamang. Ja. Maar ik bedoel te zeggen, als we hem gaan vergelijken met een Umberto of een Jurgen. Alles maar sap Umberto of Jurgen. Klopt. Snap je? En Satish, even kijken. Zo Ab Moro, Hindustan boy. Srinivasi, maar helaas is hij overleden. En ja, zijn dichter. En Chanchuni, ja. Ja, nou ook wel Hindustan. Amma nou professor. Amma doe man sangisranang ooit. Zeker. Nou, hij heeft, wat het mooie vind ik van Chuni is, hij houdt zich niet alleen maar bezig met de Hindustanse scene. Hij heeft ook een boek gemaakt, of hij was bezig met een onderzoek naar de Kriolen in Suriname, weet je, en slavernij en dergelijke. Dus, ik vind, weet je, dat vind ik het... Nee, ik vind dat deze man gewoon respect. Ja, dus zeker. Dus, respect. Maar is naar respect. Ja, dus nee, dus ik heb wat Hindustanse namen genoemd, weet je, ook in deel 1. En dan kan je me zeggen, ja, ik mis bepaalde namen. Maar goed, je moet uiteindelijk een keuze maken, hè. Wie ga je erin zeggen? Kijk, in deel 1 hebben we Ryan Pandey. We hebben Krishram Kelawan, weet je, ook wel Hindustan. Ja, Krishram Kelawan, nou een voorbeeld. Ja? Die de muzikanten, de man zei, zing poku naar de wanet. Amma die zei, zingen egi poku. Ja, bij Tagana. Schrijven egi, bij Tagana, egi poku enzovoort. Ja. En ook van Uno. Hij zingt om one Bollywood poku, allemaal zingen, allemaal naar nummer 1. Maar ik had hem ook aangeen, hij zei, want sap kooi bij nummer 1. Oké, dan. Nou, Aaron Winter, die hebben we net al besproken. Faraisa Juman Baks, die is onze Miss India Suriname geweest, maar ook de internationale Miss India gewonnen. Dus heeft ook in een Bollywood film gespeeld. Dus gespeeld in een Bollywood film? Bollywood film. Ik weet niet welke. No, ask me. Wat kunnen we daarvoor opzoeken? Mio gelijk. Wacht, kino. No, wacht. No, koluku. No, dat top ook toe, man. Koluku, een soort kino, amas. Even kijken. Of wat zie ik hier niet staan? Even kijken, hoor. Ze heeft een Bhojpuri-productie heeft ze gespeeld. Op Bhojpuri? Ja. Kan. Nee, dan heeft ze geen Surinamer die film gezien. Want Surinamers kijken niet Bhojpuri. Oké. Het is wel leuk dat ze daaraan heeft gewerkt. Okay, dat is wel respect. Ja, Ryan Pandey, we hebben Ron Abdul Hafiz Khan. Ron Abdul Hafiz Khan, ken ik ook niet. Ja. Samen zie je, kijk. Maar dat is ook het grappige. Want hij heeft jaren, heeft hij RTL Z, heeft hij op heeft hij televisie gepresenteerd. Hij is een presentator. Kijken. Op de Nederlandse tv. Snap je? Maar dat is ook iets wat ik wil zeggen. Niet omdat je iemand niet kent,
toch? Ja, dat ja, Anouatak nee. Als mij doet, weet je, dat hij niet bekend is nee, of aan ja, mij nee, doet. Nee, precies, precies. Nee, dus, maar dat zijn dus nee, nou, maar dat is wat jij ook zegt. Net als hoe die Nederlanders het Tisbindraben niet kennen, Rishma Roepraam niet kennen, dit en dat. Ja. Maar ze zijn wel bekend. Zeker, snap maar in je? De scene. In de scene. In de scene, vooral. In de scene, vooral van ons. Ja. Maar Rishma Roepraam, die Rishma, moet bekend zijn ja, bij de... Ja, maar is ook politicus geweest. En ze is precies, Miss Nederland. Bij Jepping ook in Brabant. Precies. Ze is Miss Nederland die, geweest. Ja. Anders zomaar, dus als maar dat rokotrangen. Ja, zeker, zeker. Maar, nee, maar goed. Ding, arme Hindoestaanse, dat me vind je jammer. Ja. Je moet ook een beetje naar die arme Hindoestaanen kijken. Oké, we hebben Rappa. Rappa is Robbie Parabir Singh. Dat is ook een Hindoestaan man. Even kijken, we hebben nog meer Hindoestaan. Shaila Sita Singh, die woont hier in Delft. Ken ik ook niet. Ja, die is columnist bij de Volkskrant. Okay. Paula Merali. Paula Merali, die naam heb ik is, wel is gehoord. Is een zanger. Even kijken. Ja. Oh nee, ken ik ja. Ook niet. Wel van die naam gehoord. Ja. Dus, we hebben nog meer. Nita Ramcharan, die is van Star News. Was vroeger bij de Waarheid, is een journaliste. Oké, okay. Dat ken ik ook niet. Weet je, maar dus er zitten wel genoeg Hindoestanen in de bekende scene. Of in de scene die wel wat doen. Zeker, en, zeker. Maar het gaat erom ja. Dat de Nederlanders hun niet kennen. Dus ik nee. Je zou zo'n man contact even de man actie deze reffie. Zo'n man precies. Dus met graag een story dat hij ja. Ook doet. Van zo'n man aan man. Zo'n man je doet. Ja. De man was op morgen of hier. Want even je kon zo'n dat even in de contact. Kon over eeuwen halmonie op. Van we halmonie. Zou het takkie. Dus alles aan een plan. En vooral een tv-programma. Lukt zo'n programma. We takkie. We zitten aan man komen. Een live programma. Het ik om in ting, energie, stress. Zeker, zeker. En mijn sabas aan dat is. Snap je? Dus daarom ben ik tegen de Hindustani bradaf. Mijn naam is sa. Van nou, om reageer zo. Snap je? Tik aan man cool. Alles aan ook op om reageer. Even om een tang naar een makandra. Zeker, zeker. Het is goed, luid wel, het is goed om kritisch te zijn. Precies. Zeker, 100%. Maar men moet niet vergeten dat het programma is gemaakt met een bepaald doel. Klopt. En dat doel moet men niet, weet je, we moeten niet gaan zeuren. Want dat vind ik wel jammer hoor, want ik kan er even niet op komen, maar er is ook iets in het verleden geweest, was er ook een goed initiatief of iets. En toen gingen Surinamers ook weer zeuren. En dan ga je eigenlijk je doel voorbij. Ik weet niet meer wat het was ook precies. Iets landelijk. En dan gaan die witmangs denken van, zijn dat kadisi jongen, weet je. Ja, we zijn met iets goeds bezig. Precies. En dan, weet je, en dat vind ik jammer. En man, de Hindustani, maar ook de Blakka man, Srana man, alle Japanese, die ineens we beginnen vet in een krabbo in een barrière. Precies. Maar dat moet staan, juist moet kan wan eet de man, uno fenwa sabon, koubel de man, senwa mail go, som je denk. Kijk, en nu ga ik misschien een gevaarlijke uitspraak doen, maar goed, nu zijn ze natuurlijk heel erg bezig met die Black Lives Matter. Ja. Strategisch is het natuurlijk slim om natuurlijk Blakka man te zetten, omdat het nu natuurlijk een hot item is. Ik keur het niet goed, hè? Dus moet niet zeggen dat het had niet moeten gaan. Maar ik kan me de beweegreden voorstellen. Dus luister nogmaals, ik snap beide kanten. Maar laten we het doel gewoon niet vergeten. Dus snap je toch? Ja. Asanasra namang, kotananga makandra. Precies. En we willen gewoon geld inzamelen voor Suriname. En nogmaals, als ik kijk naar een uurprogramma. Is in een uurtijd alles voorbij gekomen? Dan zeg ik ja, ik heb alles voorbij zien komen. Ze hebben mensen met Indiaanse pakjes laten zien, weet je, voor die foto's dat ze toen zo klein waren. Ze hebben laten zien dat de oorspronkelijke bewoners van Suriname waren. Ze hebben Hindustanen, en weer wat ik zei. Er was een Hindustaanse arts in bezig. Wat ik zeg, ze doen vooral geneeskunde worden ze dus, of juridisch, of zakenmens. Hè? Dat is eigenlijk in de basis. En dat vind ik wel top, dat die man het aangeeft dat Hindustanen in dit soort business zijn. Dus als dan zei je dat je de man die in een... Dat raad, de man kon man. Kon man afkon in een show, precies. De man afkon in een tafrouw. Jullie zijn slim genoeg, maar niet slim genoeg om... Precies. Te denken van, wij zijn al slim. Nee. Dat zegt hij. Geeft hij aan naar dat niet, maar dat naar juist te toren. Precies. En wat het... kijk, die Chuni. 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 Ja, meneer. Ja, respect. Meneer Chuni, respect voor u. Maar deze man spreekt uw naam niet goed. Sorry. Het is geen Chuni. Sorry, meneer, wat hij zegt. Nee, maar hij heeft ooit een keer in een interview aangegeven. Amantak, kijk, de reden ook, sowieso de man kon niet. Maar de reden ook, vaak is het natuurlijk van de ouders willen ze dat ze zo'n baan hebben. Als je tegen je ouders zegt, pa of ma, ik word sporter of ik word muzikant. Dan zeggen ze, nee, eerst je school bij. Klopt. Toch? Eerst, of niet bij, is beta. Beta of, ja toch, ja, beta. Maak eerst je school af. Dus opleiding is heel erg belangrijk binnen de Hindoestaanse gemeenschap. En dat is ook prima, dat is ook stop. Goed. Dat kan zijn dat in een nengere, dat belangrijk nu. Ja, oké. Okay. Aan opleiding, aan scoren, dat moet belangrijk zijn in opvoeding voor de
Ja, voor de Hindustani man. Dus dat maakt dat de mannen gaan naar entertainment, de mannen gaan naar show, de mannen gaan naar sport. Er zijn een paar. Ja. Maar in de basis, de mannen tak scoren moren belangrijk. Je diploma is je eerste man of je eerste vrouw. En daardoor zie je dus gewoon minder mensen, minder Hindustanen in die scene. Dat heeft toen de professor ooit verteld. En ergens heeft hij natuurlijk een punt. Want herken je dat in de Hindustanse scene de mannen tak in stuka? Nou, ja. Ik ook toe, ik heb ook toe op je, ik zorg ook toe op je. Precies. Want ik moest best toe komen, toen ik die zin best rond dat hij. Precies. Maar nu met jou op je meisje ook toe en meteen, je moet ook sport doen, want we leven in Nederland. Nederland is een sportwereld. Precies. En kijk, wat je ook natuurlijk heel veel Hindustanen hebt, is de Manai Kabole, zeg ik het goed? Ja, klopt. Manai Kabole, Saremango Taki, if dadelijk idee doet dat hij. Precies. Weet je, en dat speelt natuurlijk ook heel erg. En dus men moet het in een groter geheel zien. Men moet eigenlijk. Weer een gevaarlijke uitspraak. Kijk, je kan wel de schuld geven aan die witbanks van ja, jullie hebben ons niet gezien, maar misschien moeten jullie ook gewoon zichtbaarder worden. Misschien moeten jullie toch harder trekken aan het profileren. Want kijk, bijvoorbeeld Ajit en Prim. Als je kijkt, Prim, die profileert zich niet als Surinamer. No, Prim zegt, ik ben een Hollander met Indiaanse roots. Precies. Amma tak met in Holland, met denk je, zo Holland, trapres mine denk je. Precies. Dus Prim radakishun. Ik kan schrappen, ik kan ook doen als Angisrana. Ja, maar ook Ajit Bakas, die ziet zichzelf ook als Nederlander zijnde. Dus, denk ik, dat verwacht ik. En, dus daarom... Dus gewoon kota kan man kort en krachtig. Ja? De man, de Hindustani, zat in een Bakra-wereld. Ja? De man, ne doet niks, Gisrana man. De man want een tak overstranen. Een aantal, nog een tak overstranen. De man nog een tak overstranen, de man want niks. En het zijn onze eigen Hindustani. Hamloke, Hindustani, logon John Hega. Ja. Barca BNR zo'n John Hega Hindustani. En usap namen een kuch Hindustani sekare. Letterlijk. Hoe hem bijna janet reili, aachan janli. En de Hindustanen die wel voor Suriname wat doen, die zijn misschien nog niet bekend genoeg voor de NPO. Voor de NPO. Die NPO dacht, ja, we moeten een keuze maken. Precies, no me gravatori. Dus dat moet je maar meteen. En kan de, kijk wat Tanja had naar zich niet een filmpje opgestuurd. Misschien wilde ze Tanja aan tafel, maar Tanja kon niet. Weet je, toen hebben ze gezegd, Tanja, oké, maak een filmpje dan. Weet je, misschien willen ze Ranomi ook aan tafel. Maar Ranomi zegt, ja, sorry, ik moet trainen. Stuur een filmpje. Weet je, maar dat kan ook. Dat is maar op de ego's op een eigen camera hadden. Precies, dus misschien wilden ze wel. Maar ze hadden hun agenda liet het niet precies. Doen. Precies. Weet je? Want het is maar uurtijd wat ik zeg. Het een ja, show wordt. Precies, maar het moet ja, live, maar het is live. Precies, en je moet ook net maar kunnen. Ik weet niet welke dag het was. Kotak 2 juli. Ik weet even niet welke misschrijf dag. Nou, ja. Maar Kotak het was 2 juli. Je moet net maar kunnen. Als je een show hebt, als je andere dingen hebt. Ja, je misabi Anokang en live na Imdoro. Cameraman, alles aan het ding. Misabi, mi begon aan jou toch? Ja, precies. Na TV West. TV West. Na jou begon ook. Toen drapen mij schatori dan met ja. Dit is niet, ik kon aan mijn pot camera even, wacht even, schooi even. Nee, dan man ik go, pa, boom, snel. Precies. En dat me vindt tof. Ja. Nou, Raoul, me vindt het tof sowieso, takitak aan mij, en oefenatorie, dit spijt zo. Ik wil baard in mijn odi in Suriname, en gieden mijn laatste advies. Tuurlijk, alles aan, Suriname, me kombaka, wat COVID de, corona, mijn normaal vrij, aplene go, maar, me kombaka, dan maak ik wat mooie prinkie bakka. En wat boodschap, ja, stay healthy, weet je, stay safe, hou die afstand. Weet je moet zo denken, je moet niet denken, ik krijg het niet. Je moet denken, stel dat jij het hebt, kan je het iemand anders geven. Ja, dus praceratoor dat hij. Oké, okay? Aboom. Ja, maar aboom. Box.